toen ik 's ochtends wegschaatsen, waren er 1000 mensen in Nederland die mij kenden. Het woord Algenent. Algenent of Hulsebos? En toen ik over de finish kwam, waren dat er 10 miljoen. Hulsebos of Algenent? Hulsebos of Algenent? Het woord Algenent. Heet Algenent. Uit Algen aan de Rijn. En dat is best wel even een shock en best wel even wennen. En ja, iedereen wil wat van je. Ja, dat is de ene mooiste dag van mijn leven. Heb je. Henk Algenent kan zich nog goed herinneren hoe hij die zaterdag in 1997 het verschil maakt en Erik Hulsebos voorblijft. Eigenlijk omdat ik gewoon bleef schaatsen en dat ik gewoon lange klappen maak. En dat kun je ook al zien. Ik denk dat hij, als ik 2 klappen deed, deed hij de 4. En ja, dat is eventjes kun je dan een hoge snelheid, een hoge pieksnelheid halen, maar vervolgens val je stil. De nasleep van zijn historische overwinning maakt veel indruk op Henk. Waaronder de huldiging in Alphen aan de Rijn, waar hij op dat moment woont. Ik werd thuis opgehaald met open auto en er zou een hele rijtour naar het oude stadhuis gaan, zeg maar, in Alphen. Ja, dan ga je hier vanuit van, dan zal hier en daar wel iemand langs de route staan. Maar het zag gewoon eigenlijk helemaal zwart van de mensen. Ja, spannend, hè? Tegenwoordig houdt Henk zich nog maar op kleine schaal bezig met de schaatsport. Naast nog wat akkerbouw, spruiten, aardappels, uien en tarwe, besteed ik eigenlijk een groot gedeelte van mijn dag aan de fokkerij van paarden en de opleiding van jonge springpaarden. En daarnaast heb ik nog jonge jongens die ik begeleid in de marathonsport. Toch denkt en hoopt hij dat er nog wel een keer een Elfstedentocht verreden gaat worden. In 2012 waren we natuurlijk echt heel dichtbij, dus dat geeft al aan dat het gewoon nog kan. Alleen wat ik wel zeg, van, ik denk wel dat het ergens rond 2004, 2025 wordt. Omdat je toch wel ziet dat er altijd wel een cycli van 12, 13 jaar eigenlijk tussen zit. En dat je dan elke keer een periode van eigenlijk geen winters. En dan weer een periode van een wintertje of 4, 5, 6 achter elkaar. En dan is er vaak wel 1 of 2 Elfstedenwinters tussen. Vanwege de wedstrijd krijgt Henk in 1997 maar weinig mee van de sfeer en de ambiance tijdens de Elfstedentocht. Ja, dat is ook de reden waarom ik gewoon heel graag wil dat hij nog een keertje komt. En dat ik er gewoon als toerrijder een keer mag rijden. En dat ik er dan echt gewoon kan van genieten. Noord-Friesland.